Het is weer vrijdagavond, bankstelavond. Vanavond hebben we een zeer bekende, opvallende Surinamer. Die man is assembleelid. Hij is lid van de PVAP. Hij is directeur van Virgos. En bij RBN heeft hij een programma. Kaak. Een lobby leg uit. Dus vanavond wil ik zien wat hij aan ons te vertellen heeft. Kogoluku. En je ziet het, ik ben weer gesponsord door Dresscode, want dat is het verschil. Welkom kijkers, welkom meneer Shailendra Giriasing. Heb ik het goed gezegd? Precies, juist gezegd. Sumajianing. Mijn pananga, mijn ma, mijn vader en mijn moeder. Mijn vader was in zijn jonge jaren keurde hij films. En hij keurde vaak Hindoestaanse films. Zo heeft hij al onze 7 kinderen, broers en zusters, heeft hij allemaal van een exclusieve naam voorzien. Maar je snapt daar betekenis van? Ja, dus Giriasing, dat is in die Girias zit namelijk huis van God, dat is een kerk. Oh. En in Shailendra, dat wil zeggen de hoogste top van de berg. Mm-hmm. Want ik heb met je vrouw gesproken. Inschrift tegen mij van toen ze die naam de eerste keer hoorde, dacht ze dat het een meisjesnaam is. Op Nikeri, op de lagere school, zei ze, het is een meisjesnaam. Zeg, oké, dan ga ik mijn broek van je zakken. Dan zie je dat ik geen meisje ben. Dat hebben ze ik vaak gedaan. Op... Maar meneer Giriasing. Dus die legt me uit bij je tang. Ja. Ik dacht, oké, kom. Want we zouden eigenlijk bij een Gandhi gaan zitten. Dat heeft ook zo'n verhaal. Die tijd me dacht van, nee, kom thuis bij mij. Maar ik dacht van, ai. Maar je loopt je pakkie. Nee, dat is... Is een deler van, no? Nee, absoluut niet. De trein hier, ik wilde altijd... vanaf kleins af had ik een droom om langs het water te wonen. En toen kwamen de kinderen, ik woonde, mijn eerste huis heb ik gekocht tijdens mijn studentenperiode. Het was aan de Jacob Mariestraat, de Maritretten, daar achter Hagelinbank. Mm-hmm. Nou, en toen heb ik een keer BOVAM gevraagd, ik liep samen met mijn vriend Albert Ramdien, liepen we. En toen heb ik BOVAM gevraagd van luister, ik zoek iets langs het water. Mm-hmm. En binnen een week belde hij mij op en zei van Giriasing, ik heb wat langs het water, we zijn hier gekomen. Ik ben gekomen met Albert. Het was een bosgaasje, maar ik kon mezelf terugvinden en ik heb tegen die man gezegd, deal. Mm-hmm. Iris is toen gekomen om te komen kijken naar hier en ze zegt van, luister, je kan met je buitenvrouw hier komen wonen, want ik trap mijn poot nooit hier aan. Nou, dit is het van geworden en ik ben er blij dat ik een goede keuze heb gemaakt. Ja, maar je bent niet met je buitenvrouw komen wonen. Nee. Nou, later zag ze toch in. Toen werd de brug, toen was het een vakantiehuis van ons. Dus okay. We kwamen over via de sms met het veer en zo. En toen zei ze, nee, ze gaan niet buitenvrouw, laat ze een ander adres. Mogen we even binnen gaan bekijken? Ja, geen probleem. Prachtig. Thanks. Maar we remmen even erop. Oké. Wanneer ben je geboren? 27 augustus 56. Oh, je bent ook van augustus? Ja. Oh, en u bent nu hoeveel jaren? Ik word van het jaar 55.
Ja, 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 ja. Nee, play one young boy op TV. Nee, ik speel geen jongen, ik ben het. Want misschien gym, je doet ook, je sport ook. Ja, ik heb een eigen gym hier op het erf en daar hebben we, zijn we ook lid van de bonus gym. Dus om voor sociaal contact ga je naar daar. Aha. Maar je een beetje verveeld om alleen te gymmen. Aha. Maar ja, ik gym geregeld en ik doe ook aan yoga. Dus, ja, wat is yoga eigenlijk? Nou, pillen yoga. Is mijn nee, heeft niets te maken met geloof. Het zijn gewoon oefeningen die je doet om de geest en het lichaam in balans te brengen. Oh. Je moet er wel ook in geloven. Oké, okay. Ja, oké. Okay. Dus, waar ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid tot mijn 8e jaar in Ikeri. Ik ben geboren in Ikeri, mm-hmm. aan de Sint-Josefstraat, nummer 27. Ik heb daar de eerste 8 jaar, dus ik ben daar naar de kleuterklas geweest. De dag dat ik op school ging, de kleuterschool, begon ik te huilen. Kan ik zeggen dat juffrouw Agatha me heeft opgesloten in de kamer, omdat ik me kreeg. Tot mijn 4e klas ben ik op Ikeri geweest. Toen zijn we naar de stad gekomen. Mijn vader moest toen in de stad werken. Hij was bestuursopzichter. Zijn we met ons alle 7 naar de stad geweest, 9 naar de stad gekomen. En vanaf toen heb ik mijn jeugd doorgebracht op Maretraite. En daarna op Maretraite, ja, maar de activiteiten in mijn jeugd heb ik doorgebracht tussen de muren van Dolfijn. Oh. Zwemvereniging Dolfijn. Dus we zijn vanaf 1 februari 1968 tot heden lid van de zwemvereniging Dolfijn. Dat is ja. Dus daar heb ik het doorgebracht. En welke omgeving ben je dan opgegroeid? Maretraite. Oh, Maretraite, ja. Geen ondeugende dingen daar in de buurt gedaan? Nee, je ging de hele was de hele dag op Dolfijn. Dus op Dolfijn hebben we ondeugende dingen gedaan. Maar welke ondeugende dingen heb je daar gedaan? Je mag tussen 1 en 4 niet op Dolfijn, dus dan gingen we toch. Dus dan gooiden we stoelen in het water, bankstellen in het water, we hebben vervoerssigaret, kauwgum, dat gebeurde allemaal tussen die 4 muren. Mm-hmm. Welke school heb je allemaal bezocht? Ik heb de lagere school Maretraite bezocht, toen ben ik naar de Beatrix school gegaan. Toen ben ik geslaagd voor toelating Atheneum, dus ik heb geen MULO school doorlopen. Ik ben via het oude systeem gegaan. Oh. Dus je kon vanaf de lagere school gelijk naar eerste klas lyceum, gymnasium of ateneum. Aha. Ik ben toen naar het openbaar ateneum gegaan. Daar heb ik met horten en stoten mijn diploma gehaald. Kwaai boy? Ja, maar ik ging meer. Ik ben kwaai dat ik ging spijbelen. Nee, het was bestuur. Voorzitter, studentenbestuur, dit, voorzitter dat, sociale activiteiten. En ik moet ervan zeggen dat ik er ontzettend veel van heb overgehouden, mm-hmm. onder die periode. Mm-hmm. En in de buurt zelf, met wie ben je opgegroeid? Met welke bekende namen? Nou, mijn buurman was, maar dat is niet in mijn jonge jaren, met de familie Daal, Cyril Weyland, Cyril Daal, mm-hmm, mm-hmm. met zijn kinderen. Oh. Die waren de directe buren van ons, mm-hmm. De familie Naarden. De familie Ramkisoen. Zo had je van families daar in de buurt waar we smiddags mee optrokken. Maar de familie Daal was direct. Maar wat voor soort familie? Hoe groot is je? Laat me eerst vragen, hoe groot was je familie? Mijn familie is 9. Mijn vader, mijn moeder met 7 kinderen, 5 jongens, 2 meisjes. Waarvan mijn vader, mijn moeder en mijn 4e broer al overleden zijn. Mijn 4e broer was de minister van Justitie. Oh, ja. Girja Singh. Ja. Je bent in een gezin van 9. Ja, vader en moeder erbij. En ik was een van de laatste. Oké, okay, en jij bent de hoeveelste? Jij was ik ben de 5e jongen en de 1 voor het laatste kind. En hoe was die opvoeding? Streng, moeilijk. Ik heb er veel van overgehouden, moet ik zeggen. Je kreeg bepaalde normen en waarden bij die we trachten om te zetten in die maatschappij. In ieder geval, de eerste slogan van mijn vader en moeder was van: we hebben geen geld om voor jullie achter te laten, maar we geven je de gelegenheid om te studeren. Dat was het. Mm-hmm. Dus daar gingen ze niet uit omdat je moest studeren. En dan konden ze dingen ontzeggen voor ons, omdat we moesten studeren. En in ieder geval moet ik zeggen dat alle 7 Girja Singhs goed terecht zijn gekomen op hun poot. De oudste broer is chirurg in het academisch ziekenhuis. Dan heb je de 2e broer, die is in Nederland. Hij zit bezig in de reisbusiness. Dan heb je inspecteur van politie, Anand Girja Singh. Mm-hmm. Toen kreeg je Susil, dat is Weyland Susil. Mm-hmm. Mijn zus die is al 30 jaar onderdirecteur op een MULO school. Dan krijg je mij als ondernemer en mijn zus Gita Girja Singh, die is ook ondernemer. Die heeft Gigi Pest Control. Oh, dat is van haar. Oké. En we komen vanuit mijn grootmoeder was een ras-echte marktvrouw. Abisir Sanawoyo op La Vigilancia. En mijn grootvader van moederskant was dan ook een handelsman. Een heleboel. Dus dat zit in. Dus die Sera Woyo toe? Ja, natuurlijk. In mijn lesje, ik heb als kleine jongen samen met dezezelfde chirurg. Hebben we eieren langs de straat verkocht. Die chirurg die heeft kranten verkocht langs de straat. Mm-hmm. Dus wat werken betreft gaan we ons niet.
Ik kan gewoon terugkomen om werk. Als je me zegt, ga je erf ophalen, dat doe ik het. Dat heb ik ook gedaan. Dus we hebben eieren langs de straten verkocht, we hebben kranten verdeeld. We hebben al dit soort van jobs gedaan. Maar wat voor soort, wat dat ging gewoon op zijn Surinaams hoor. Wat voor soort coole jongen was je? Rem. Ai. Na de break hoor je dat. Bent u op zoek naar huishoudartikelen met een K van kwaliteit? Kom dan langs bij ProTrade. Wij hebben koelkasten vanaf 9 kub tot en met 26 kub. Staande vriezers in verschillende afmetingen en kleuren. Diverse modellen afzuigkappen voor elke type keuken. Stenen steelgasfornuizen en kooktops met 4 of 5 branders. We hebben verder een uitgebreid assortiment aan microwaves, inbouwovens en dishwashers. Als officiële agent van Frigidaire bieden wij een jaargarantie en deskundige aftersales service. Ook voor wasautomaten en drogers met of zonder stoomoptie bent u bij ProTrade terecht. ProTrade, Quattaweg nummer 6, tussen de Nieuwe en Oude Charlesburg. Beautifying your home is our mission. Papa, go drink and go palm. Mega hair story, mega clarity. Daru. Oh, what about? I've been so problem. Papa, kere wagi pa in Montreal, la story. Gee en papira, dat is cold worry, kaba. Oh, verzekerd boys, ja, na ne pa, sandi de manji. Zij moet doen, even, tapen mi kur mi motorfiets. Bronfiets, wagi ala sanne kur dapen. Rijd met 100% zekerheid. Laat de keuring van uw auto over aan een betrouwbare keurmeester. Autokeuringsgarage Evert. Snel en betrouwbaar keurt Evert alle motorrijtuigen. Auto's, pick-ups, maar ook motor- en bromfietsen. Evert, ook voor deskundige onderstelreparaties en complete servicebeurten. Hey, hey, sir, Evert. Evert snelle qua meter, dus afspraken maken is niet nodig. De openingstijden zijn van maandag tot vrijdag, van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Evert, Koreastraat nummer 11 tot en met 13, telefoon 43 58 28 of 89 88 606. Autokeuring garage, Evert. Evert, aan de wandeling. Bapabol, hinga, troetrokeuring. En het alles gebeurt in... Meneer Girja Singh, laten we even proosten. Ja. Proost. Gezondheid. Voor jou en voor jullie. En het land. Ja, vooral en het land. En bankstel. Ja, vooral. Lekkere moorsap. Vind ik ook. Ai, dat hoor je fina. Op Chinkuli Boy. Nou, ik ben een, inderdaad een Chinkuli Boy. Dat zijn we alle 7 geweest. We zijn vroeg in aanraking gekomen met niet-Hindustanen. Op Dolfijn waren schaarse aan Hindustanen, die lid waren van Dolfijn. De familie Baldeo, die waren één Wiener Baldeo van Zuid. Zijn familie was lid van Dolfijn. De familie Balrat Singh en de familie Girja Singh en toen was het op. Dus we hebben altijd als Surinamer van Hindustanse afkomst kunnen bemoeien en kunnen opvechten in die niet-Hindustanse groep. Daar had je Kriolen erin, je had Mulatten erin, je had Chinezen erin. Dat hebben we ook op school gehad. Dus vandaar dat het heeft het voordeel gehad dat je ook een bredere scope op zaken hebt ook, en kan ook makkelijk. Daarom met Tijgi Blakaman Time Next, want ik kan ze ook terug van repliek dienen. Ja, en, ja. Dus we hebben met alle bevolkingsgroepen goed kunnen freewheelen en dat was ook de bedoeling van mijn vader. Maar vind je het erg als iemand je coolie loopt? Nee, absoluut niet. Ik vind dat het voor anderen is het een scheldnaam, voor mij is het, vind ik het een compliment aan mijn adres. Omdat het, Koolie staat niet voor stelen, staat niet voor luieren, staat niet voor opschepperij. Koolie staat voor nederigheid, eenvoudig en het vergaren van rijkdom. Wanneer heb je eerste vriendin ontmoet? Dat is op Dolfijn, tussen de muren weer. Dat is een niet-Hindustaan. Dus daar heeft mijn hele leven inderdaad. Tot
Tot ik eigenlijk Iris ontmoette, heeft mijn leven zich voltrokken op Dolfijn. En ik ben er blij om, ik ben mijn ouders blij om. Ik ben mijn oudste broer, dat is Rohit, ben ik dankbaar voor, want hij was in Nederland en aan bij Stukama bij Rocco. Mm-hmm. En hij heeft toen tegen mijn moeder gezegd van luister, ik leg het inleggeld voor Dolfijn in, dat was 200 SG. Mm-hmm. En mijn moeder moest dan 15 gulden per maand betalen. Mm-hmm. Dus, en, wij, en hij is naar Nederland teruggegaan, maar wij bleven hier, de mm-hmm. jongeren. Nou, en daar heb ik mijn jeugd opgebracht, echt in beschermde muren, ik ben er dankbaar voor. En daar heb ik ook mijn eerste en mijn tweede vriendin leren kennen. Maar je kent de naam niet meer? Ik ken de naam wel, maar ze zijn nu gezetteld en gelukkig ergens anders. Dus maar ben je nog steeds met die eerste? Nee. Ik ben niet meer naar die eerste. Ik ben nu met Iris. Oh, met Iris. Iris heb ik niet Iris heb ik leren kennen tijdens een muziekavond. Ja, want Iris verteer me. Maar we gaan even luisteren naar wat Iris te vertellen heeft. Oké. Okay. En het alles gebeurt in... De eerste keer toen ik hem ontmoette was het op een feestje. Song. Hij zat in een band en daar heb ik hem de eerste keer gezien. Het was een feestje, dus je was aan het dansen natuurlijk. Mm-hmm, mm-hmm. Was aan het dansen en toen zag ik hem, of hij zag me. Mm-hmm, ik zag hem nog. Mm-hmm. Ik zag hem constant kijken. Ik dacht van, wat moet deze? Mm-hmm. Toch? Dus ik zag hem echt, ik wel. Dat was in zijn auto, dan kan ik me nog heel goed herinneren. We kwamen van een, hij had gezongen, we kwamen van een feestje en hij bracht me naar huis. Mm-hmm. En toen gebeurde het. Mm-hmm. Een kleine korte kus. ja, kleine korte kus. En toen was het direct bam, trouwen. Oh nee, trouwen, nee. We zijn straks 17 jaar getrouwd. Ik denk dat hij zich heel makkelijk vergist erin, omdat hij de jaren die we getrouwd zijn niet telt eigenlijk. Hij telt vanaf we samen zijn, telt hij. En dat is ongeveer 28 jaar. Wat voor soort man is hij? Wat voor soort man? Vader. Vader. Nou, aha. Vader, hij is een fantastische vader. Hij doet alles voor zijn kinderen. Hij heeft alles voorover voor zijn twee dochters. Om een voorbeeld te noemen, op de zondag kook ik nooit. En dan vraagt hij dus iedereen stuk voor stuk van wat ga je eten, wat lust je? Mm-hmm. En dan waar hij ook naartoe moet rijden, voor ze, doet hij het. En ik had geen betere vader voor mijn kinderen. Maar geweest. Een relatie zonder ruzie is geen relatie? Tuurlijk zijn er ruzies. Mm-hmm. En waarover ruzien jullie zo? Meestal over de kinderen. Over de kinderen, hè? Ja, want als ik nee zeg, dan is het van, kijk als jij niet wil, dan ging ik naar papa. Toch? Dus dan begin ik daarop te kijken en dan kan hij me wenken van wat heb jij gezegd, of, weet je. Maar het is wel in overleg, maar meestal is het wel ja bij hem. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Dus ze gaan meestal naar hem. Mm-hmm. En dan is het wel een beetje ruzie. Ik zou hem willen zeggen, ga zo door waarmee je bezig bent. Hij is heel sociaal bewogen. Mm-hmm. Wat je hem ook vraagt. Doet hij voor de mensen, soms een beetje te. Mm-hmm. Maar ik zou zeggen, ga daarmee door. Het is heel goed waarmee je bezig bent. Hij zegt altijd, dat leert hij zijn kinderen, als je wat je hebt, dat moet je delen. Je moet altijd proberen te delen. Ik hoop dat zijn wens ooit uitkomt. Maar ik weet niet, als ik dan nog met hem ben, want ik wil geen first lady worden. Hij wil wel president worden van het land, maar... Ik heb niet de behoefte om ooit first lady te worden. En het alles gebeurt in... Iris, vertel me dat ik bij de Pokumang. Ja, ik heb toen ik afstudeerde aan de Universiteit van Suriname, of ik moest mijn scriptie schrijven, ontstond er een gat bij mij. Omdat je 4 jaar lang, of 5 jaar lang, elke middag van 5 tot 9, na het werk 5-9, stoeka, je moet naar mijn college gaan. En dan krijg je het mot thuis, je moeder, mijn vader. Dus, en op een gegeven moment na mijn laatste tentamen kwam er een gat in mijn leven. Wat moet ik doen elke dag van 5 tot 9? En ik heb altijd van zingen gehouden. En op een Nikeri moest ik altijd het Hindoestaans liedje zingen in de klas. Je hoorde dat ik Shalindra kom jij zingen. Welk liedje? Oude Hindoestaanse liedje. Oké, zing one Jim even. Binnenkort komt er een CD van me uit, dat is Isa Arki. No, me one. We want two, we want two PC. Mera Juta, hey Japani, ke Kataloon, hey Hindoestani. Ai. Dus dat zijn de liederen, moest ik dat zingen. Uh-huh. En ik ben toen gaan aansluiten bij de Silver Strings.
onder leiding van Charles Bagalaat, mm-hmm. die mijn collega in het DNA is. Ja. Later kregen we een mod met hem. We hebben toen opgezet een fanclub en een discotheek. Wat was dat mod? Geld? Nee, geen geld. Leiderschap. Hè? En toen zijn we overgegaan naar de Oranje Strings. Mm-hmm. En ik heb de eer mogen hebben om met Rudolf Heidanus te mogen zeggen. Ja, jij kon mij niet vertellen over Rudolf. Mm-hmm. Ik heb Rudolf nog geïntroduceerd met het liedje Guillou. Ja, Guillou, hè? Milobi Wang. En ik was zijn conferencier op een feest op Oase. Mm. En dat heeft hij gemaakt. Nee, Rudolf is een topzanger. Dus zij zong de Amerikaanse nummers en wij zongen de Hindoestaanse nummers. Dus je was voorzanger? Ja, ik was voorzanger. Mm, want Iris verteert zo vaak hoe ze voorin stond. Je zou weten wat ik kwam knipoog. Want er was aan het begin knipoog. Ja, maar ze heeft me in eerste instantie afgeschud toch? Dus, ja. Dat is maar de bewaning, ja, dat maar hij forceert. Maar aanhouder wint, zeggen ze. Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Ik heb niets meer gedaan als ik eenmaal. Ik heb weinig nodig om afgewezen te worden. Mm-hmm. Niet in mijn dagelijks leven, ook in mijn vriendschap. Mm-hmm. Ik heb veel nodig om overtuigd te raken, maar mm-hmm. ik heb weinig nodig om afgewezen te worden. Dus toen ze geen chance maakte op mijn chance, toen zei ik van oké, Gerja, move. Wat is dat eerste chance, zei Mickey? Ik heb er gebeld of ik heb er aangesproken, maar dat is aan Boelangakba. Hoeveel jaren terug? Bijna dicht bij de 30 jaar. Dus was ik inderdaad 25 jaar. Mm-hmm. En ze heeft ons verteld, hoe voor die eerste kus? Oh, dan moet je haar gaan vertellen, want ik kan me niet zo goed... Ja, ze heeft het verteld. Okay, in de auto. Ja, was in de auto? Ja, het was in de auto. Ja, maar zoveel, zo lang geleden, ik weet niet waar het niet de eerste meer was. Maar de herhaling kan ik wel. De herhaling kan ik wel. En jullie zijn getrouwd, hoe lang zijn jullie al getrouwd? We zijn 11 jaar getrouwd. Mm-hmm. Daar hebben we geen feest om gegeven, omdat we hebben respect voor het instituut van het huwelijk. Maar wij vonden, zij en ik, dat we geen mensen moesten uitnodigen om feest te vieren. Want niet de dag van jouw huwelijk is belangrijk, maar de lengte van jouw huwelijk. Ja, klopt. Dus liever vieren we het om de 10 jaar, 15 jaar dan. Mm-hmm. Eerste ding, nee, ik snap ze maar niet, meneer Lassie. Ja. Ik pas zo mee niet en dan is morgen zijn huwelijk kapot. En een Hindustan mag geen geld. Maar meneer, kijk, een Hindustan die bleef sparen. Je moet sparen omdat hij zijn dochters moet gaan uithuwen straks. Dus hij bleef sparen. Ja, want je hebt twee dochters. Ja, dat klopt. Heb je ook een jachtgeweer? Ik, dat ben ik. Oh. Dus, ik ben een jachtgeweer. Ik ga geen jachtgeweer aanschaffen. Ben je vrij met je kinderen? Erg vrij. Hoe vrij ben je? De voorlichting over seksuele gemeenschap, menstruatie en dat heb ik gegeven aan mm-hmm. hun. We kunnen ook over. Ik geef ze ook bijnamen. Mm-hmm. Van zit niet te zeuren, meid en dat soort van. Wat heet dat, dat doe je dit mm-hmm. en dat. Nee, ik vind dat ik ontzettend vrij ben met mijn twee dochters. Ik heb het ook zo gewild. Mm-hmm. Ik wilde ook geen jongens hebben. Als, mm-hmm. Ik heb gekregen wat God me heeft gegeven en daar ben ik tevreden mee. Maar wat doe je als je een. Niet hun die staan op je ziet afkomen als schoonzoon. Nou, je zal moeten accepteren, omdat mijn ouders mij hebben geleerd dat in eerste instantie het belang van het kind, je moet je kind gelukkig maken. Mm-hmm. En dat hebben mijn vader en mijn moeder ook altijd met mij gedaan. Mijn tweede broer was ook getrouwd met een niet-Hindoestaans meisje. Het heeft ook voor deling gezorgd in, mm-hmm. in die familie. Mijn vader heeft een vergadering bij elkaar geroepen. Met ja. Hij zei van, kijk, Prim wil trouwen met een niet-Hindoestaans meisje. Ze was een boerin. Nou, okay. Wij hebben allemaal gezegd van luister, laat hem gaan, give him the chance. En het is gegaan, maar het is precies ook na 2 jaar mislukt. Mm-hmm. Dus je gaat het niet erg vinden als je een Creoolse jongen? Ik kan niet, we leven in Suriname. Met rastas. Je zal wel natuurlijk kijken welke merk shampoo hij gebruikt. Maar het is de manse cultuur. Mijn man is dat toch. Maar het, zo zijn mensen. Zo zeg maar, het is een klederdracht, het is een haarstijl. En als dat kind, als mijn dochter, verliefd raakt op zo'n man, ze heeft er geen co-extra iets van gedronken om precies te verliefd te geraken op die jongen, op zo'n mm-hmm. jongen. Het is haar, waarschijnlijk voldoet die jongen aan haar typebeeld, aan haar uiterlijk, aan het is, wat moet ik dan doen? Mm-hmm. Even hoor. Want we zijn ook op straat gegaan. Wando na gastraat, Igoluku, als die mensen een vraag voor jou hebben. Laten we even gaan luisteren naar die vragen. Ik zou hem willen vragen hoe hij het allemaal combineert om zich met de politiek bezig te houden als zijn sociale activiteiten. Want soms zeg ik tegen hem, is het niet te veel? En van hem is het nooit te veel. Maar ik wil toch via dit medium het antwoord daarop hebben. Wanneer hij eindelijk met zijn gezin gaat reizen. Want hij reist niet, dus ik wil dat vragen wanneer hij eindelijk met zijn gezin gaat reizen.
Hier ja. Word ik de volgende directeur of neem je ons mee naar je ministerie? Als je ambities heeft voor presidentschap. Wil je alsjeblieft nog erg lang vol blijven houden je werk als directeur bij Virgos, je presentatie bij RBN en, als God het mogen blijven, nog lang in het DNA aanwezig zijn. Het zij als oppositie, het zij misschien de volgende keer in de banken van de coalitie. Het is heel fijn om met meneer Giresing te werken. Ik doe dat al 23 jaar en ik zou geen reden hebben om te zeggen dat ik er morgen mee stop. Er komt een dagje dat ik ermee zal moeten stoppen. Maar met hem doorwerken, fantastische directeur. Ik wenste voor heel veel mensen dat ze zo'n directeur hadden. Heel begripvol en heel vrolijk, elke dag weer. Het is dat het een zeer welopgevoede, recht doorslapen, hard werkende man is. En ik hoop dat hij dat zijn hele leven lang nog erg lang mag blijven. Een heel eerlijk mens. Leert heel veel van hem. Geeft je kansen om je een beetje uit te breiden in je werk. Hij geeft je vrijheid om te doen wat je wil aan het werk, zolang het goed is en je presteert. Dan staat hij achter je. Hier ja. In feite een baas die niet makkelijk in mijn Suriname tegenkomt. Het woord baas is bij de Suriname echt baas. Ik treed op als een baas, maar bij Giria, bij meneer Giria zien, is meer als een vriend, een gelijke. Hij heeft een open deur politiek. Mijn Europa, ja, die Giria zien. Dat is mijn naam een beheerder voor jou, een man. Mijn de 17 jaar ik bij jou, zo. Want die zomaar echt, die zomaar niet aan. Maar nog wel een soort maar. Nooit aan mij raak. Nooit aan mijn tak terang. Toen aan mijn rokoman. Rokoman is zo soepel, alles aan mooi. Dus alles aan jou. Vallen met mijn tanden aan mijn ja, dus met Sabira. Hier, San Faman. En het alles gebeurt in. We zijn aan het werk gegaan. We hebben met die mensen daar gesproken, want je bent directeur van Virgos. Ben je daar begonnen met werken? Of heb je al ergens anders gewerkt? Nee. Virgos was mijn eindhalte in mijn leven, denk ik, wat werken betreft. Ik ben begonnen als salesman, ja, als verkoper toen ik afstudeerde of mijn diploma van het HAVO kreeg. Heeft mijn moeder toen gezegd van luister, ga naar het notariaat, word een advocaat. Hij zou bij het notariaat Jatna Nansing gaan werken, maar toen heeft, en daar heb ik hem, ben ik hem dankbaar voor, Rick McDonald. Hij was directeur van Farocho en toen der tijd was hij directeur van Tropica en ze riepen me op Dolfijn Gandhi. Dus ik zat een keer aan de bar en zei, Gandhi, wat doe je? Ik zeg niet, voorzitter, wat moet ik doen? Hij zegt, maar luister, wil je sap van me gaan verkopen? Migo zeer sap. Wacht even, want waarom vind je iemand door dat toe van Gandhi? Ja. Want eigenlijk, hoe begon door naar Gandhi, is dat beter? Okay. Toen niet ik van nooit, liever thuis. Ja. Ja, maar bij Kari Gandhi. Ja. Voor dit soort waarom? Van, omdat je bent in een groep van niet-Hindoestanen. Dus ze gaan je direct refereren. En ik had ook een ronde bril. En ik was op mijn 14e jaar jeugdvoorzitter van Dolfijn. Oh. Ja, daar is het begonnen. Hè. Dus en die bij Dremier? Ja, precies. Elke dag, Lek Gandhi. Lek Gandhi. Dus daar is het begonnen. En toen riepen ze me Gandhi. En iedereen die me Gandhi roept, weet ik, dat is de periode dat ik op Dolfijn jeugdvoorzitter was en dat ik mijn tijd op Dolfijn heb doorgaan. En toen zei ik, ga sap verkopen. Toen ben ik sap gaan verkopen. Toen kwam Biggie Smear Money. Ik heb boeken langs de straten verkocht voor Patty's Paper Doll. Dus terwijl mijn vrienden naar Republiek gingen, kwamen die beesten eerst bij mij kroket eten. En dat gaat niet meer goed. En dan kocht je kroket voor ze. En heb ik voor de deur van Lucky Store, heb ik 7 tot 8 jaar, elk jaar in de vakantie, heb ik boeken verkocht. Schoolbenodigheden. En daar heb ik gezien dat je tussen, als je 1 gulden in je zak zet en dat je ervoor zorgt dat er 1,50 uit die andere zak terug moet komen, die 50 cent van jou blijft. En toen was het voor mij, werd de basis gelegd dat ik in de handel moest gaan. Maar is je toch? En dat zomaar een man begreep dat je makkelijk aan geld kan komen in Suriname. Als je goed werkt, als je eerlijk werkt. Ja toch, eerlijk werk. Je hossel voor Idoro. Precies. A level DC. Ja. Je hebt boeken verkocht. Kranten, eieren. Sap. Ja. Is dat je toch? Maar trouwens, ik heb het voet direct stelen. Dat is heel jammer. Voet kan voeren naar jou. En dan heb ik mijn lukunamida en dan heb ik mijn kwek todo.
Nee. Maar ze denken waarvan het dienen van Torre dat je rijk wordt? Dienen van Torre bestaat absoluut niet. Je moet dienen, je moet God dienen. Dat hebben wij geleerd van onze ouders. Maar dat soort van afgoederij, meneer Brieven. Maar heb je die vlagjes hierop? Nou, de vlaggen is een betekenis van, bij de vlaggen is het een verschil tussen Senaat en Durham en Arie Semaat. Mm-hmm. Als je een vlag ziet, geef aan dat de persoon daar in het huis net een kerkdienst heeft gehouden. Mm-hmm. En dan dient hij het aan te geven met een vlag. En de kleur van de vlag geeft aan welke God hij heeft aanbeden die dag. Oh. En wij Arie Semaatjes, dat zijn de hervormders in het hindoeïsme, dan die zijn de tempel aan de Wanika-straat. Ja. Wij hebben geen beelden en geen vlaggen. Oh, dus jij gaat 's morgens niet bidden? Nee, zij doen het wel, omdat het bij hun moet. Dat vind ik ook wel leuk, maar wij hebben dat niet. Wij bidden gewoon in onze eigen... Want moet je eerlijk zeggen, je weet, soms hebben ze van die... Ze zetten geld, hè? Bij die vlaggetjes. Ja, zet je een kwartje. Ik ga voor hem. Misschien als je niet had gestolen, was je vandaag verder. Weet je, wat we ook deden, jeugd woonde aan de combi, dan bij Tekka de Tinsensi de Japanese bij deden. Ai, werkelijk, ja. Geld, nou, hoe noemde je die staan? Zolang we een kerkje, want ik bleef tussen hun die staan. Zolang we een kerkje deden, want we gaan bijna bij. Ai, meneer Giria Singh. Dus nu ben je directeur van Virgos. Ja. Hoe ben je daar aan het werk? Nou, ik ga met plezier. Dat is 3-1 juli 1988 ben ik in dienst gekomen. Dat is ook weer helemaal toevallig omstandigheden. Met een advertentie geplaatst. Men heeft niet gereageerd, maar de kandidaten werden niet goed bevonden. Ik was toen me bezig klaar te maken om directeur van het BVGS te worden. Mm-hmm. Via de politiek. Op een gegeven moment kwam deze aanbieding. Ik zeg van, laat me liever in de particuliere sector gaan. En goed dat ik die stap heb gedaan. Ik ben toen vanaf 1 juli 1988 bij Virgos. En ik ga tot vandaag, of tot gisteren, ben ik met... Heel plezier en het gevoel van blijde gevoel ben ik aan het werk gegaan. Ik werk met leuke mensen, ik werk met betrouwbare mensen. Ik werk met mensen die zelf mijn eten voor me regelen. Ik werk met mensen die, waar ik mijn leven zo zet van luister, regel dat voor mij. Mijn financiële zaken en dat soort van. Nee. Ik denk dat ik op basis daarvan, het vertrouwen wat ik heb in mijn mensen op Virgos, dat ik vandaag hier kan zitten en dat de baas mij niet roept aan het werk. Dat wil zeggen, dat is een dikke salaris. Nou, ik weet niet, als een salaris, niemand vindt dat hij goed betaald wordt. Jij vindt dat ook niet. Dat je goed betaald wordt, misschien eveneens niet. Ik mag niet klagen, God heeft mij de kracht te geven en de zegen om, laat me zeggen, het niet slecht te hebben. En dit komt doordat mijn ouders me hebben geleerd dat alles wat je hebt moet je delen. Je mag niets alleen van jezelf houden, anders ga je niets overhouden. Maar om je verdienen. Hey, rem. Na de break. Panel PVC Building Systems, uw PVC speciaalzaak. Bij ons bent u terecht voor King Panel PVC plafond en wandsgrootte in de afmetingen 10, 20 en 25 cm met een lengte van 5,95 m in wit gekleurd en met motief. Nieuw in ons assortiment, King Panel PVC wandsgrootte met een afmeting van 1 bij 2,95 m. Voor een hypermoderne vloer kiest u voor King Panel PVC vloerlaminaat in glanshoutpatronen in verschillende tinten. Voor de uitschiet gebruikt u natuurlijk King Panel PVC uitstekschrootte en met de King Panel PVC buitenwandsgrootte ziet uw huis er meteen stijlvoller uit. Dit alles met de bijbehorende King Panel PVC afwerkprofielen. Wij zien u graag in onze King Panel showroom.
Kingpin of VVC Building Systems. Jacob Rentjesstraat 13, Zijstraat van de Kernkampweg. Telefoon 53-3x17 of 53-3x19. Ons filiaal in de O6-verbinding nummer 54 te komen wijnen. Telefoon 035-45-29. www.kingpanel.com. En het alles gebeurt in... Ay, meneer Giriasing, zijn salaris? Ik verdien precies datgene waar ik kan uitkomen, mijn vrouw en mijn kinderen kan verzorgen en bovendien mensen in nood kan helpen. Mm-hmm. Dus ik ben niet ontevreden. En samen met dat van de assemblée? Nou, samen met de assemblée maakt veel uit, maar je moet rekening houden met de assemblée. Ik vind nogmaals dat het salaris van de assemblée hoog is voor hetgeen wat we presteren. Heb ik altijd, voordat ik assembleelid was, heb ik het gezegd en ik zeg het nog niet door. Dus wat doe je dan? Maar aan de andere kant krijg je ook veel, heb je ook veel sociale verplichtingen hier op, in je district. Mensen komen die moeten geholpen worden met een dochterskaart of huwelijk of overlijden of dat soort. Dus er gaat een gedeelte gaat inderdaad terug naar die gemeenschap toe. Wij hebben hier met het geld van de assemblée krijgen elke maand 100 bejaarden een pakket ter waarde van 30, 40 SRD. Krijgen ze om hun hoofd boven water te houden. Dat doe ik alleen maar om het feit dat ik geleerd ben om te delen. Maar san kon je die EDF gooi naar assemblée, in de politiek? Nou, ik wilde altijd in de politiek gaan. Vanaf mijn jeugd heb ik geprobeerd op verschillende wijze mijn bijdrage te leveren aan de politiek. Ik heb getracht partijen bij elkaar te brengen. Ik heb getracht een doorbraak te brengen met jongeren, met progressief. Het is niet gelukt. En op een gegeven moment zie je dat er verjongd en vernieuwd wordt binnen de VHP. Dus ik zeg van, laat me mij aansluiten in de VHP. En daar heb ik de gelegenheid gehad om lid te worden van het parlement, om mijn bijdrage te leveren. Waarom ben je niet bij een andere partij? Ik voelde mij, ik was al in de VHP namelijk, maar omdat er een incident was gebeurd tussen ten tijde van mijn broer met mij en de VHP, heb ik toen de VHP voor een paar jaren gelaten. En dus terugkomen naar de VHP was voor mij geen probleem, ik kende de cultuur. Dus ik heb samengewerkt met de heer Sarjo, hij is die voorzitter. Ik heb samengewerkt met Jagannath Lachman. Jagannath Lachman kwam hier op het balkon met meneer Sarjo, kwam ze eten. En dat soort van zaken tijdens de verkiezingen. Dus ik was al in de VHP, dus het was voor mij niet moeilijk om terug te gaan. Want zij doen nou de. Maar echte je fighter regering die zie? Nee, ik ben een fighter regering, dus ik ben kritisch. Jij en ik en de mensen die de opname maken en onze moeder en vader, die kunnen s'avonds niet rustig slapen. Je wordt tegenwoordig word je in een wagen overvallen. Maar voel je dit? Dat is, ja, dat is het verschil. Vroeger kon je in je wagen rijden, nu werd je overvallen. Dat is het verschil. En, nee, maar criminaliteit is altijd aan dit. Nou, maar dit is just schema. Maar blijf je dat aan de regering? Ja, omdat zij, de regering is er om het volk te beschermen. En je dient je apparaat in te zetten. Als men zegt, er is een plan, maar ik zie de politie niet opstaan. Kijk, meneer Rozenblad, die goede bekende man van jou. En van ons ook. Hardwerkende Surinaam. Ik wist niet dat die man de koppen kripte van de mensen in de gevangenis. Dat heeft hij zelf gezegd. Die man heeft gezegd, hij moest, de politie was 150 meter van zijn huis. En hij moest de politie gaan halen, omdat ze geen vervoer hadden. Dat is toch erg? Daarover gaat het bij mij. Van help, wees preventief. Maar nou lees je gisteren in de krant, man zit in de Johannes Moengras daar in zijn wagen. De Maikopura maakt dat. Dus het verroert en het trekt op en het neemt gewoon toe. Ja, maar misschien moet je ook de gelegenheid, want me volgt de programma van toen naar RBN. En ik vind je daarom mee, van ik wil meneer Giriasing hebben. Omdat ik je een kritische man vind. Maar soms, mijn man kan overheen, omdat ik vind dat ik je de gelegenheid toe. Vind je dat je ze even de gelegenheid moet geven, ze hebben iets overgenomen en lekker te kwam, want tweedehands wagi abra. Toch? In een sapzij teki. Maar ik bedoel, lekker besabi. Ik bedoel, lekker besabi. Want ik ben godvergadering. Tak, je mag onderen, no. Captain, your ship is sinking. Ja, maar ik ben die idoro na stuurman. Ik zat in de sapboro pei draaien, boto. Dan kon je mensen horen. Het dus... land is ook niet om te experimenteren. Nee, ik vind. Bonjour, luister nog. Vandaag is precies 1 jaar dat er verkiezingen zijn gehouden. De regering zit al 10-11 maanden. Tijmie of haar oude? Hoe lang moet ik je nog geven om te experimenteren? Nou, het is een jaar. Ik heb een gelegen. Ik vind niet dat het hoeft niet jouw mening te zijn, maar ik vind dat ik een ruimte even. Tegen het van 1,5 jaar, 2 jaar. Want je ziet bepaalde verschillen, zie je? Maar welk verschil zie ik? Ik zie alleen maar verschil in negatieve zin voor het volk. 22% inflatie vanaf maart vorig jaar naar maart dit jaar. 22%, mooi.
Kijk, ik kan je met je eens zijn als het gaat over huisvesting. Mm-hmm. Ik kan met je eens zijn als het gaat over die flyover die de president wil maken. Mm-hmm. Ik ben ook eens met de mindshifting. Mm-hmm. De president zegt, volkswoningen worden niet meer verdeeld. Baas Ingo Bay. Mm-hmm. Heel fantastisch. Oude vandaag, jullie horen ordering van de sector. Je neemt een feit aan met dat. Met feit aan met criminaliteit en het personeelsbeleid van man. Maar misschien dat we ook moeten samen bundelen. Om, wie vindt dat de oppositie, toch? Want als je volgt de assemblee, boom, ai. Toch? Is wanneer deze regering aan de macht is, die mij fight, die andere regering te over, die mij oppositie, coalitie en tron oppositie. Maar ik vind dat om zoekof join Makandra. Het gaat om Suriname. Eerder nog, die president beëdigd, de man nodig uit in het parlement. Mm. Alle nieuwbakken parlementariërs hebben bijna gezegd, we gaan op een receptie. Alleen om geen jugu te krijgen, de oppositie. De mannen lopen naar een ijsrevy. Serieus? Dan naar een ijsrevy. Hij wordt aangekaart in het parlement. Zelfde manier, permissie is aangekaart in het parlement. Dat is parlementaris op bezoek dat ze een beter dingen moeten krijgen. Wij hebben besloten, laten we ook gaan, laten we die sfeer anders brengen. Maar kijk nou weer met dat ding van. Ze hebben in een commissie 5 man en wij 2. Die 5 mannen verschijnen. Dat is alleen de oppositie verschijnen. Daarom een vergadering voor Bronsje nog door. Maar heeft de man langer wat anoji? De man langer. We haren aan de man langer gim. Maar de man langer aan nog wat tiki. Nog wat tiki de man zegt. Maar hij tikken langer hier. Ik heb het toch? Nou, niks meer vind ik. Dus ze beledert met hun mond. Maar kijk, de president zegt ook zelf: hij kent alleen maar coalitie en tegenstanders. Hij geeft ook geen incentives van luister, jong contact. Maar het is niet zo. Het is niet zo dat jullie. Want dat is het, hangt in de gemeenschap. VAP bestaat uit hun distana. Ja. Is dat weer toch dat je mij vindt dat ja, omdat naar Blakamang ik roel aan konden nou. Daarom maar criminaliteit. Nee, snap. Even naar dat iemand denken, maar als je zegt over de VHP, mag je de VHP zeggen dat Laatschman steeds de verbroederingspolitiek heeft gevoerd. Dan vergeet hij dat Laatschman Pengel had verloren. Laatschman heeft hem laten herkies in district Saramak in 1957. Om weer te komen in het parlement. Alleen het feit dat Laatsch zegt van luister, we moeten samenwerken. Tijdens de koep ook. Bout had gedacht van luister, Laatsch, bij de oppositie. Maar goed, we kunnen naar man, dan maar hap. Laatsch maar zeggen, nou, hij, mijn pleister, begin voor Aron. Voor Aron naar Tafra. Voor Aron naar Tafra, dat we ook komen. Dus hij heeft getoond aan de partij dat we met, en dat leer ik ook aan mijn kinderen, van je moet met iedereen samen, je hebt geen keus meer, ik wil niet terug naar India. Je breekt lange tijd mijn grandpatanja. Maar je bent dan aan discussie? Nee. Je bent op mijn werk gegaan. Kijk maar hoe de samenstelling eruit ziet. Van. Je hebt natuurlijk, hoe verder je naar beneden gaat, naar de vloer, zie je over het algemeen veel Hindustanen en veel Javanen. Maar zijn die mannen die zeggen van luister, baas, mijn man doet ook op. Maar naar hoger vlak zie je een doorsnee van de bevolking. In mijn reclame tracht ik altijd. Een weerspiegeling van die bevolking te laten zijn. Aan kinderen die erbij zijn, aan één kind van één bevolkingsgroep. No. Wat soort functie heb je aan die FD Mankari komen? Ik heb een functie. Ik heb minister, nooit meer Libi. Niet, no? Nou, maar je wil ook geen president kostie. Worden? Misschien eventueel president, daar heb ik belangstelling. Maar voor het ministerschap niet. Maar je wordt constant uitgescholden als minister. Maar met staat de minister, daar heb ik een monitoring van minister. Meteen maar meneer verdienen, wat je wil verdienen. Maar als je president, zijn er eerste instantie zou je begin kinkie in haar konden? We begin kinkie aan verdraagzaamheid tussen die bevolkingsgroepen. Je vindt dat niet, is je vindt nee. Je, en dat is misgegaan op school. Op school moeten we leren. Aan de kinderen zeggen van luister, we hebben Kriolen, we hebben Javanen, we hebben Chinezen. Ik doe het in. Ham tjau, tjau, tjau. Ze moeten weten dat er verschillende culturen in dit land zijn. En dat allemaal Surinamers zijn. En dat begint bij de basisschool. Ik heb geleerd op school, aan mijn kleuterschool, de natuur is geen vuilnisbak. Dus gooi je rommel in je zak. Yeah. Wat gebeurt met die kinderen die hun rommel nu op straat gooien? Je ziet gewoon, je rijdt gewoon aan dat je even een bami bakje. Kleine kinderen in bijzijn van hun ouders. Maar nooit in een moxie naar drugs? Nee, zo ver mogelijk van dat ding brengen. Maar nooit wat man competitie van even. Naar Holland, ik ben gewoon wel lazy. Dat me wakker naar Amdams kon, dan maak ik gewoon naar mij. Dat moet je wat gebruiken, maar dat loopt met je moer in je long. Ook geen alcohol, je gebruikt ook geen alcohol. Ja, natuurlijk. Ik heb bepaalde dagen dat ik de borrel pak en een borrel soms met de hoofdletter. Palm? Nee. Ik ben een Campari of een whisky drinker. Oké. Okay. Ja, dat vind ik lekker. Oké, en hoe ben je hier in de omgeving? Ik ben gekozen door de mensen van hier. Dus ik neem aan dat ik niet slecht lig.
En als ze zijn er altijd, ik ben er altijd voor ze, zo gauw mensen beroep op mij doen. Dus ik heb mijn kantoortje daar geregeld. Ik heb per dag zie je 3-4 mensen die met problemen zitten van uiteenlopende aard. Huiselijke problemen, werkproblemen, grondproblemen. Zo lees je, je fugakba. Maar ik draag een dusdanige opstelling te hebben naar de regering toe, dat als ik ook voor hun, want zij ook zo Surinamers, ze hebben voor mij gestemd, hoewel we niet in de regering zijn, ook voor hun belangen te baarden. Uh-huh. Word jij de nieuwe voorzitter van de VAP? Nee, ik heb die aspiraties niet, dat zeg ik ook eerlijk. Ik hoor van als mensen aspiraties hebben, en ik vraag ze ook van tevoren, heb je die aspiraties, kan ik goed kan dealen. Uh-huh. Ik heb de aspiraties niet om voorzitter te worden van de VAP, ik heb de aspiratie om de partij groter te maken, dat ook gaan worden, ik moet denken aan mijn inkomsten. Mijn tijd, ik ben ondernemer en ondernemer wil zeggen dat je met een heleboel dingen bezig bent. Maar nooit de mannen zoeken voor je, hè? Laat het afkloppen. Nee, godzijdank. Want wat de trauma die achterlaat, dat is zwaar. Dat is vreselijk. De slachtoffers van overvallen, dan, ja, daar leef ik mee. Want dat is vreselijk. Maar laten we daar, ze moeten de mensen gewoon niet gaan roven. Dat is niet leuk. Ik gun het mij mezelf, maar ik gun het ook anderen niet. Maar weet hij? Zie je Santoki al de nieuwe voorzitter worden? Nou, hij maakt grote kansen om voorzitter te worden. Hij appelleert aan de behoeften van het volk, aan de wens van het volk. Ik heb gisteravond toevallig naar een radioprogramma gekeken, naar Suriname vandaag, waarbij niet-Hindoestaanden werden geïnterviewd. En allemaal was één woord, Santoki. Dus laten wij appelleren op wat de bevolking vraagt. Maar voor wie ga jij stemmen? Ik heb mijn keuze nog niet gemaakt, omdat de kandidaten nog niet bekend zijn. We zijn nog in de fase van poppetjes. Nee, maar even patroon Santoki. Als Santoki één van ze wordt, je stemt ja man. Denk ik dat ik wel voor hem ga stemmen. Is je toch meneer Santoki Misetengi? Meneer Giria Singh gaat voor je stemmen. En dan kom jij als volgende gast op mijn bank. Ik hoop dat hij lukt nu. Meneer Giria Singh. Want eigenlijk ben jij die Hindoestaanse Limbo geworden. Nee. Want Limbo was bij die vorige regering, toch? En man bij de attackman. Die man vindt dat Limbo met een regering een winnaar verkiezing, deze nieuwe regering. Ben jij, voel je die nieuwe Limbo, Hindoestaanse Limbo? Nee, ik wil niet beledigend zijn tegen niemand, maar het is geen vergelijking tussen Limbo en mij. Ik ben niet beledigend bezig. Wat Limbo 5 jaar gedaan heeft met prominenten van dit land, dat vind ik vreselijk. Met name ook de president Venetiaan beledigd. Dat hij hoeft zelf even zeggen, luister, stop, ik kom niet meer. Maar laten we het hierbij laten. Ik ben niet te vergelijken met Limbo. Limbo is een heel ander level. Wat ik doe is, ik ben politiek commentator. Ik lever mijn commentaar over hoe ik zaken zie. Ik tracht geen mensen naar binnen te gaan en zeggen van je bent een dief, je bent een schurk, je bent onbeschoft, je hebt geen opvoeding gehad. Dat tracht ik niet. Ik lacht mensen in waarde te maken. Af en toe wil je verslippen. Dat gebeurt maar nooit. Maar nooit in een verslip is er even. Ja, ik kan me verslippen. Heb je een voorbeeld? Ja, ik heb een voorbeeld dat ik een mevrouw een danseres heb genoemd. Dat is een hele rel gaan ontstaan. En ik heb om wie ging het? Mevrouw Joala Persat. Oh. Ja, en ik heb toen als goed opgevoed mens, dat mijn vader me voelde dat je nooit te groot bent om je verontschuldiging aan te bieden, heb ik dat ook gedaan. Maar misschien dat je het even in de camera aan mevrouw Joala Persat, want ze is een fan van Tapa Bank. Ja. Ik kan tegen je direct. Ja, nee, maar ik heb het al moeten doen, maar dat doe ik nogmaals. Ja. Sorry, dat was absoluut niet de bedoeling om u te beledigen. Okay. Het was gewoon dat ik het in een bepaalde sfeer wilde brengen. Maar dat heb ik al gedaan en dat zal ik doen en zal ik het blijven doen. Oké, okay. Mevrouw Joala Persat heeft het gehoord. Ik heb hem toch zover gekregen. Hij heeft het al gedaan, maar het is een lazy. En dat is het verschil. Precies, dat is het. Meneer Giria Singh, hoe kan tapu? Oké. Toch? Je nou een echte takman. Je moest eigenlijk een advocaat worden, boy. Echt, je moest je moeder aaien met tegi, boy. Ten mijn arki naar radio, zeg ik altijd, een man die zie. Maar, in een winnaar man aan attacki. Maar de geur van het geld is lekker. Dat is zo niet staan. Is je toch ook? Meneer Giria Singh, u kreeg van ons, van Tapa Bankstel. Oké, okay, de bankstel krijg ik cadeau. Nee, dat is van ProTrade. Oh, ProTrade. Mooie dat bankstel. Zit, ja, nee, zit ook lekker. Ja, ik heb gehoord, je bent de vaste klant van ze. Ook dat weten ze. Ja, alles weten we. Alles weten we. We onderzoeken. Maar weet niet alles, hè? U krijgt van ons, van Tapa Bankstel, krijgt u deze mooie foto's met handtekeningen van de mensen die vragen hebben gesteld. Oh, oké. Okay. Er blijkt van waardering. Ja, ja. Van mijn nieuwe sponsor, hoofdsponsor, krijgt u. Telesuur. 50 SRD belt goed. Alsjeblieft. Telesuur. Ja, ja. En van ProTrade. Niet alleen zitten op hun bank, maar je krijgt ook een waardebon van $100. Die mag go bij zijn wandappen. En dan mee. Dus ze staan al daar. Ik weet het. Abu, heel hartelijk dank moet ik zeggen. Ik heb het graag gedaan. En ik vind de organisatie professioneel. Ja, dank u. Okay. Dank u daarvoor. Daarna streven we.
Maar we gaan afsluiten. Maar wat zie ik daar aankomen? Hé. Hey. En dit, ja, dit is weer het verschil. Weet je waarom? Omdat normaal wij eten brengen voor onze gasten. Oh. Ja. En je vrouw zei nee. Gaat bij ons niet zo. Nee, precies. Zij we koken die... voor jullie. Ja. Roti met schapenvlees met kip. Oké, okay. Is goed. Het is inderdaad zo dat als sociale groepering, hoe wij niet sociaal zijn, maar commercieel bezig, dat wij het eten voor ze klaarmaken. Dat ze, als ze hier komen, dat nemen wij voor onze rekening. De locatie aan het eten en drinken. Ik wil niet hebben dat mensen morgenochtend in de rij gaan staan om hier te komen. maar inderdaad doen wij dat. Nee, u bent een heel sociaal bewogen mens. Zo, so, jullie hebben het zelf van meneer Girja Singh mogen horen. Die man is een directeur, ik heb het al gezegd, wat hij allemaal is in de samenleving. Maar wat ik heb ontdekt, dat hij ook sociaal bewogen is. Hij heeft elk jaar, ja, geef je pakketten weg. Na. Elke maand. Oh, elke maand? Voor de ouderen hier, ja. Vanaf ik assembleelid ben. In abonneren en je moet met mensen kunnen leven om dat te doen. Laten we een voorbeeld van deze man. Ik zou weten, want een heleboel mensen hadden een verkeerd beeld over hem. Maar je hebt het zelf mogen horen van die man zelf. En dat is Tapa Bankstel. En dat is het verschil. Tot de volgende aflevering. Papararam. Hey, meneer Girja Singh samen. Mm. We gaan naar die middelste camera daar kijken. Wat moet ik zeggen? Papararam. Papararam pam. Pam pam. Pam panam panam pam. Pam. Idee? Want je bent een pokoemang. Oké. Eerlijk, ik dadelijk moet ik een singwang koelie pokoemang. Eén, die ene moet je voor me straks voor me zingen hoor, even. 1, 2, 3. Papararam pam. Pam pam. Papadam padam pam. Pam. Penem, 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 penem. Meneer Girja Singh, even hun restans pokoe. Dad kia dil ne kaha ho tum, jhoomti bahar he kaha ho tum, pyaar se pukar lo jaha. Maar op een tempo dan ga ik voor je dansen. Moet ik no, dat is maar nog dans more. Hey, thank you. Oké. Okay. Thank you.